Vakka vrouwlezers en welkom bij weer deze gloednieuwe video. Het is woensdag 29 januari en welkom terug bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen lezen de vrouw. We zijn weer een beetje terug in de begin days of Mannen lezen de vrouw. Omdat Bad heet weer de vrouw, het zijn weer de good old days. Dus ik ben weer helemaal tevreden en we gaan dit blad weer doornemen. We lopen 10 dagen achter, niet meer 3 weken zoals vroeger, dus dat komt helemaal goed. De Vrouw is een blad wat elke zaterdag meekomt met de krant De Telegraaf. Een soort bijlage. Ik weet niet wie het regelt, wie het betaalt en al dat soort dingen. Want volgens mij als je automatisch een abonnement hebt, heb je dit blad ook. Oké, deze aflevering van Man Lees de Vrouw gaat over Blue Monday. Als het goed is, was dat maandag 1 week geleden. Alleen hier blikken ze daar alvast op vooruit, want het loopt dus 10 dagen achter. Als deze vandaag binnenkomt, is het volgende week woensdag de aflevering daarover, dus daarom. Het is alweer bijna Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Zo'n treurige maandag waarbij de meeste goede voornemens zijn gesneuveld en de dagelijkse realiteit zich opdringt. Nou, dat is natuurlijk altijd zo. Je hebt een nieuw jaar en dan denk je, wow, 2020. Er gaat heel veel veranderen. En dan zit je 3/4 maand in 2020 en toen denk je, het lijkt eigenlijk best wel op 2019. En dan ga je weer een beetje verder met je leven. Dus dat is allemaal prima. Mensen die doen er altijd heel sneu over als hun goede voornemens niet lukken. Maar goede voornemens zijn er ook omdat het niet te makkelijk is. Er zijn genoeg voornemens die je wel kan halen. Maar het is veel makkelijker om voornemens... Nou, niet makkelijker. Het is juist veel moeilijker om voornemens te kiezen die je niet kan halen. Dus daarom is voornemens gewoon heel goed. En ja, als ze af en toe sneuvelen, ja, dat hoort erbij. Nu moet ik toch even de officiële definitie van Blue Monday opzoeken. Blue Monday is een naam gegeven aan een datum voor de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. De vader van Blauwe Maandag, ook bekend als Zwarte Maandag, niet te vergissen met de 1978 Zwarte Maandag, is de Britse psycholoog Cliff Arnall. Je maakt het wel lastig door eerst een maandag Blauwe Maandag te noemen, Blauwe Maandag. En dan zeg je, ja, het wordt ook wel Zwarte Maandag genoemd. Maar je moet het vooral niet vergelijken met Zwarte Maandag zoveel jaar geleden. Daar maak je het best wel lastig mee. Maar ondertussen begrijp ik dus dat het de meest deprimerende dag van het jaar is. Heeft u in januari ook zo moeite met opstarten? Na oud nieuw word ik altijd een beetje weemoedig. Net onderweg in het nieuwe jaar krijgen we Blauwe Maandag voor onze kiezen. Zullen we gewoon daar besluiten lekker niet aan te doen? Ja of nee? Nou, maakt het een beetje lastig. Ik zal wel heel even op Instagram een poll aanmaken. Oké, ik heb een poll aangemaakt op mijn Instagram of mensen weten wat Blauwe Maandag is. Mocht jij mij nog niet volgen op Instagram, dit is mijn Instagram. En ik plaats foto's zoals dit en foto's zoals dit. Dus vergeet zeker niet mij te volgen. Ik zeg wel altijd, je kan niet zomaar besluiten om niet aan een dag mee te doen. Je kan ook niet zeggen, ja, Pasen vieren we dit jaar niet, maar Kerst vieren we wel. Dat, die dingen die horen bij elkaar. En zo heb je heel veel feesten die bij elkaar horen. En als je zegt, laten we Blauwe Maandag een keer niet doen, dan moet je er ook helemaal niet over beginnen eigenlijk. Vandaag is het weer Nationale Tulpendag, de officiële start van het tulpenseizoen dat nog duurt tot en met mei. Net als elk jaar kunt u vandaag vanaf 13 uur weer gratis tulpen plukken op de Dam in Amsterdam. Op is op. Nou, dan is het jammer dat ik daar met Lucas een tijd geleden al was. En nu niet, want nu had ik daar gratis tulpen kunnen plukken. Echt zo, we waren ook niet op een handige dag. We dachten toen dat de kerstmarkt was, dat was er ook niet. Dat zei Lucas, maar ja. Zelfs Hollywood-sterren zijn niet immuun voor dipdagen. Als de actrice Salma Hayek... Geen idee wie dat is. Hier komt een foto in beeld. Moeten geloven. Maar zij heeft wel een goede tip om je beter te voelen. Sluit jezelf op in een kamer. Ga voor de spiegel staan en dan zo gek en lelijk als je kunt. En lach dan hard om jezelf. Zo vrolijk je snel weer op. Werkt bij mij altijd te proberen waar toch? Nee. Eigenlijk niet. Nee. Wat ook altijd geweldig is, is als er in dit blad mensen worden geïnterviewd die dan een stel zijn. En dan heb je altijd de standaardvraag. Wat vonden jullie leuk aan elkaar? En dan geeft de één antwoord, ja, hij was toen al grappig. Nou, wat mooi. Dan heb je nog iemand die zegt, ik stel voor dat we Blue Monday lekker overslaan. En vandaag omlopen tot Sweet Saturday. Nou, eigenlijk, het is geen maandag vandaag en het is geen zaterdag vandaag. Dus dat wordt een beetje moeilijk. Maar aangezien mijn kledingstijl vandaag meer gebaseerd is op Blue Monday, zou ik het niet heel graag willen uitstellen.
Zuivere berglucht, imposante alpentoppen, gezellig après-ski. Ook zo'n zin om op wintersport te gaan? Nou, eigenlijk niet. Vooral niet aangezien het nu net een beetje lekker weer aan het worden is. Ik ben op dit moment best wel tevreden in Nederland. Maar dan staat er hier alvast wat inspiratie voor wat er allemaal mee moet in de auto. En dan staat er bontmuts, uilenmuts. Dan heeft er een persoon gewoon twee mutsen op elkaar aan, zodat diegene twee mutsen tegelijk kan boosten aan het publiek. Staat er ook gewoon sneeuwbril, €99. Jongens, ik heb een veel beter advies. Koop een pak bij de Jumbo. Koop gewoon zo'n pak Fusty of Icy of wat dat ook heet. En dan krijg je dus zo'n ding bij. Joh, beter kan niet. Zal ik deze gewoon de rest van de aflevering nemen? Mocht je nog denken van, hey, ik wou net op wintersport gaan, maar ik kwam erachter dat ik helemaal niet zo'n kekke bril heb en nu ga ik hem kopen voor €99. Dan heb ik één advies, doe het niet. Dat ding is even effectief. En dan staat er ook nog gewoon een zonnebril voor €199. Goeiedag. 50 cent bij de HEMA. Echt, dit is gewoon low budget op wintersport met Harme Frodo. En nog een tip voor iedereen die op wintersport gaat. Neem gewoon geen smartphone mee. Die dingen kunnen niet tegen de kou, allemaal slecht. Neem gewoon echt gewoon zo'n simpel ding mee. Dit is een Ericsson, een Sony Ericsson. Die heb ik al meer dan 20 jaar. Altijd gewoon als je op stedenreis gaat, als je op wintersport gaat. Dit ding werkt nog perfect. Hij is onbreekbaar. Dus mocht je ooit gewoon denken, ik moet bereikbaar blijven, dan kan het met zo'n ding. Mocht je wel een sms'je willen sturen, moet je elke toets 3 keer indrukken. Dus dat is misschien minder handig, maar nog steeds best wel een ideaal ding. En niet zo groot als de meeste smartphones, dus ik zou hem gewoon kopen. Dan ben ik ook blij dat ze hier gewoon hele goede tips in zetten die wel goedkoop zijn. Hier, zware ochtend. Dat heeft iedereen wel eens, dan word je wakker en dan denk je, poh, wat een zware ochtend. Nou, dan staat er hier, fris uw huid op met een ijsblokje. Nou jongens, beter advies is er niet. Bloemondee, hij komt er weer aan. Poepelegijndag, joh. Je zou denken, een blauwe maandag, niks mis mee. Blue betekent echter ook neerslachtig, sip en hopeloos. Dat heb ik nou nog nooit in blauw gevonden. Wat zullen ze dan van rood vinden? Oh, hier is nog wel iets heel leuks hier. Cookie dough no bake bakmix. Waarom koeken bakken al in de oven als het ook anders kan? Nou, daar was ik dan wel benieuwd naar. Is zo'n koekje uit de koelkast lekker? Nou, bijzonder plan. Koekje uit de koelkast, zonder bakken. Nou, kan hem op zich proberen. Hier, hipspul. Cookie dough. In feite gewoon deeg voor koekjes. En dan ongebakken, zodat je het plukje voor plukje kan wegsnijden. De variant van Leef is glutenvrij en ontwikkeld in samenwerking met Marike van Oh My Pie. En dan denk ik van, nou, is dit sluikreclame? Dan lezen we even verder. Dus onthoud de vraag, is dit sluikreclame? Hoe werkt het? Pureer bananen en dadels en meng dat met pure chocolade, kokosolie en de mix. Laat het opstijven in de koelkast. Het klinkt wel als sluikreclame, maar dan lees je even verder. En dan staat er lekker, vraagteken, en daarachter, nee. Verdween het linea recta in de prullenbak. Want we willen mensen gewoon een warm hart toedragen. Nou, wel grappig dat je zo'n ding reviewt en er vervolgens achterkomt van het was niks. Dat verhoogt de geloofwaardigheid wel. En dan heb je nog altijd een beetje de spannendste rubriek van heel de vrouw. In deze rubriek kunt u anoniem uw geheim delen. Deze keer biecht een lezeres op dat ze met een verkeerde broer is getrouwd. Nou, dat is natuurlijk een en al. Het verhaal wat erop uitloopt, dat je twee broers allebei leuk vindt en die vinden jou ook allebei leuk. En dan kies je er uiteindelijk voor één. Dat is gewoon heel zielig. Dus dat is jammer. Even kijken, staat er nog wat op de achterkant? Ja, reclame voor Fox Sport. En dan nog even terugkomend op de poll. De meeste mensen wisten niet wat Blauwe Maandag is. Dus ik had er ook nog onder even een quizresultaat gezet van wat denken jullie dat het is? Nou, heel veel mensen bleken dus te denken dat dat de dag is dat je de kerstboom uit huis haalt en een grote schoonmaak doet. Nou, ik kan jullie allemaal vertellen dat dat niet Blauwe Maandag is. Maar ja, ik hoop dat jullie... Het was nog wel leuk. Nou, dit was deze aflevering van Mannenlist. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie allemaal hopelijk volgende week woensdag bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen en de Vrouw. Fijn weekend, tot ziens.